Welkom bij de Gelukszoekers. Kom maar terug! Happy, happy. In deze aflevering volgen we journalist Pascal Van Nuffel, die herinneringen ophaalt aan zijn schooljaren in Capelle. We zijn hier in Capelle aan het Mater Salvatoris Instituut, waar zo'n 30 jaar geleden mijn carrière en ook mijn zoektocht naar het geluk begonnen is. En dat is voor pubers van 18 of van 15, 16 jaar niet altijd gemakkelijk. En dat gaan we nu eens even de herinneringen van terug ophalen. En dan gaat hij op zoek naar zijn eerste klas handel en administratie. Vele herinneringen komen boven, waaronder ook heel wat kattenkwaad. Zo herinnert hij zich nog perfect hoe zijn schoolkameraad Mark specialist was in het leeghalen van de wafelautomaat met een 20 frank stuk. Maar ook hoe hij leerde koken. Hier, het is nu een fietsenstalling geworden, maar hier hong het fameux avalais. We hebben hier nog pluggen. Dat ik me goed herinner, hier hong de wafelautomaat. En daar konden dan 20 frank insteken en toek, 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 toek. En iedereen maar wafels grabbelen en ja, zuster Luigi. Die was er niet blij mee, maar kattenkwaad, hè. En ginder, hier achter het hoekje, waren toen de nieuwbouw, noemden ze dat. En wij kregen ook koken. En koken was nu echt iets voor jongens dat je denkt van, wij gingen liever voetballen in plaats van te koken. Maar anderzijds, ik kan nu wel koken. En als vrijgezel, dat ik al 10 jaar ben, heeft dat echt wel van pas gekomen voor je eigen potje te kunnen koken. En dat heb ik eigenlijk hier, in deze school, in die klas, geleerd. Dus, voilà. Het is nu donker. Het is nu een klas geworden, maar hier beneden was onze kookklas. Het was ook het allereerste schooljaar met jongens op de school. Voilà, dit was het kantoor van de directrice, dat was toen nog een zuster. En deze belletje is nog identiek hetzelfde als in 1988. Ik moest opduwen naar de belet binnen of wachten. En ik heb er niet veel moeten zijn, maar dat was de directeurskamer. En dan hierboven. Maar we moeten waarschijnlijk wel stil zijn, want er is les aan het geven. Het was ons allereerste klaslokaal. Hierachter, er is nu les bezig, maar daar is ook onze allereerste les. Ik denk, handel of zoiets dat we gekregen hebben. En ik weet nog dat ik hier stond en dat er een paar klasgenoten waren van, die ons echt aan het bekijken waren. Van, wow, jongens in onze klas. En we waren nog niet binnen, we waren nog niet voorgesteld. We waren echt zo de eerste keer naar boven met zoveel meisjes en al. En die bekeken ons echt dat we ruimte wezen. Waren ze van, wow, jongens, het blijft toch iets raar. En, ja, voor mij, Mark en Olivier, dat was ook wel raar voor zo ineens in een klas met zoveel meisjes te zijn. Maar ik weet dat hier iedereen zo aan het kijken was van, wat gaat er nu gebeuren, hoe gaat het schooljaar verder gaan en zo. Ook mevrouw Ann Peters blijkt nog les te geven. Een unieke kans voor een uniek weerzien. Maar kijk. Ann? Ja. Ann Peters? Pascal Van Nuffel, ken ik van de televisie. Dat is lang geleden. Amai, heel lang. We hebben het er juist nog over u gehad. Dat, geweldig. Maar je zit niet meer boven in die tussenklas en in die... Nee, die bestaat niet meer, hè. Je geeft niet altijd les hier? Ja, ik geef hier nog altijd les. Maar ja. Je wordt toen nog heel jong, hè? Dus dat kan wel. Ja, ik herinner mij vooral dat wij zoveel gelachen hebben in, die klas. Ik weet niet of dat voor u was, maar ik vond dat een heel plezierige klas om, les te doen. Ja, als je dat 30 jaar later nog weet. Jawel. Maar jij ook een plezante les, want je had zo'n een klaslokaal met kussens en een soort expressie, dictie, alternatief, improvisatie. Ja, jullie hadden een uur of twee uur expressie in de week. Hè. Ik zie jou als zo toch een beetje een stillere jongen in de groep. Ik heb gezegd, hè. Hé, zo. En ik, ja, zo. Een slank profiel heb ik daarbij. Dat is 30 jaar geleden natuurlijk. Maar ja, ik was toen ook anders. Dat, Special guest in deze aflevering is Pascal's makker en collega Steven Goegebuur, bekend van Foute Vrienden. Hier zijn. Hey. Makker, gevonden. Dat is stil, hè. Ja, dat is goed. Maar ja. Wat lijkt er zo van? Hybride, hè. Proper milieu. Ah, ja. Dat was het school hier, hè. Je bent hier naar school geweest. Dat is de kookklas hier. En hier stond de klasfoto's hier altijd die gemaakt worden. Ja. Ik heb je nu ook getreden? Hier in het salvatoris. Ja. Goed, hè. Mijn voorstelling over pesten heb ik hier dan voor die gasten. Hè. Ah ja, de zus heeft ook nog heel werk van. Ja, dat vind ik echt wel tof dat je dat hebt ingestoken. Je straftest dat ik iets gemaakt. Dat vind ik ook zo geweldig van Steven, dat hij dankzij zijn bekendheid en al de grappige programma's die hij gemaakt heeft, dat hij nu ook inzet en effectief langs de scholen gaat voor die pesters wel aan te pakken als diegenen die gepest worden. En, want hoe zijn daar toe gekomen voor dat eigenlijk
daar een show of een programma rond te maken voor die jongeren te helpen. Ja, ik ben zelf leraar geweest. Ik heb nog wiskunde en biologie gegeven. Ik had een oud leerling van mij, de Johan, die omwille van pesterij in opscholing daarbuiten zelfmoord heeft gepleegd. En ik had toen zelf net voor de eerste keer toneel gespeeld voor kinderen. En ik vond dat zo plezant dat ik dacht, kijk, ik ga dat proberen echt zinvol te maken. En dan heb ik een stuk geschreven. Ik weet nog, op 11 november 2001 heb ik mijn eerste stuk geschreven. Over pesten op school en ben dan we beginnen rondtrekken. En helaas moeten we zeggen, was dat een succes? Dat klinkt nu dubbel, maar moest het geen succes zijn, zou ik misschien zeggen, oké, pesterijen op school, dat valt eigenlijk allemaal best nogal mee. Maar de vraag is, was zo groot dat, ja, dat wel duidelijk was dat er dringend iets aan moest gebeuren. Maar het is bijzonder moeilijk, hè, om als school of als ouder een pestprobleem aan te pakken. Dat is niet vanzelfsprekend. Er is geen vaste formule om dat op te lossen. Wel, dit was het Maarten Salvatore Instituut, dat ik eigenlijk heel graag naar school gegaan ben. En misschien moeten we eens proberen wat er iemand thuis is van mijn klas van vroeger. Dat we eens kunnen verhalen opwisselen en hoe dat zij het ervaren als mij als leerling. En waarom niet bij wafelautomaatspecialist en gewezen voetballer Mark Janssens? Hij woont enkele kilometers verderop in Puttekapelle en baat er een meubelzaak uit. Hey, Makker, alles goed? Hey, alles Mark. Goed? Ja, het telt. Ik ben al in Putten. Stork, dat je straks komt. Ja, het komt gerust binnen. Ik wil een tasje koffie, als je wilt. Jawel, gaan we doen, jong. Alles heel goed, hè. Van de zomer nog even weg geweest naar het zuiden van Frankrijk, wat er maar van toe. En dan heb ik een boek gelezen. Ik was dus op vakantie, ik had eens tijd voor echt te ontspannen. Ik heb hier een boek doorgenomen en ik was er toch wel van versteld. Wat is dat? Ik ben wel. Zeg, Mark. Komt er aan, tof dat je thuis bent. Ja, die komt regelmatig langs hier. Die woont hier naast mijn deur. Er stond een mooie anekdote in jouw boek, Pascal. Jullie waren allebei niet geslaagd of wel geslaagd. Of ja. B-attest of C-attest. En dan hebben jullie elkaar toch gevonden als vriend en vriendin. Oh, en samen naar huis gefietst. Jullie waren eigenlijk droevig. En toch samen nog naar huis gefietst. Ja, we steunen elkaar. Weet je dat ook? Ja, ik weet dat heel goed. We hebben meteen gezegd van, gaan we hier ook blijven? Ja. Zeg nee, toen zeg ik, richt je toch nog de knoppen voor ons? Was duidelijk, hè? En we gingen niet blijven zitten, dat gewoon allemaal overging en dat wij dan... Ja. Dat was in van vijf naar zes. Ik weet dat we zaten samen op school en veel plezier gemaakt. En dan enkele jaren nadien kwam ATV. En vanaf het begin denk ik dat jij erbij waart bij ATV. En dan zeiden we zich, amai, heb je dat al gehoord? De Pascal is... we hebben er vroeger wel eens mee gelachen van, wil Tura hier, wil Tura daar, maar... De Pascal, hij doet het toch maar. Hij doet het toch maar. Hij is weer al de cameraman bij ATV. En dan nog een interviewje en nog een interviewje. En ja, nu ben jij vaste man bij ATV.